He? Want als je kijkt, Hebreeën, Hebreeën 1. Dus daar eens even naartoe gaan. Kan hij die geschreven hebben op zich? Want zo zie je maar, Hebreeën 1 vers 1, daar staat er staat er bij jou boven, Maarten, boven Hebreeën 1 vers 1, de aanhef... Ja, niet Christus de Zoon van God, maar daarboven... Oh, uh, de van apostel Paulus. Ja. ...de Zendbrief van de Apostel Paulus aan de Hebreeën. Ja, als je dat klakkeloos overneemt. dan denk je natuurlijk dat Paulus toch geschreven heeft. Maar wij weten ook dat dat is niet in het origineel. Dat hebben de vertalers hebben dat erin gezet. En men ging er altijd vanuit dat Paulus die brief geschreven heeft. Want er staat namelijk niet wie de schrijver is. Want hij begint met God. Ja, God is de schrijver van die brief. Wie het wel geweest is. Ik weet het niet. Je hebt overgangsbrieven, je hebt overgangsboeken in de Bijbel. Matthäus bijvoorbeeld is een overgangsboek. Ja, van uh, het Oude Testament, vanaf Malachi, 400 jaar is stil geweest. En dan krijgen we op een gegeven moment de Messias, de heer Jezus Christus. En dan krijgen we handelingen is ook een overgangsboek. En dan heb je Hebreën, dat is ook weer van het Oude naar het Nieuwe verbond. Lucas heeft een Evangelie. En je hebt handeling, heeft hij geschreven. Ik niet dat zo is, maar wie weet, hij zou ook Hebreeën Hebreeën, weet je, er staan heel veel dingen in dat je denkt, hé, hey, dat moet toch ook uh, geschreven zijn met de kennis van Paulus. Over al dat bloed. En Ze brengen het natuurlijk in connectie met de tabernakel. En het hart van een Jood gaat natuurlijk sneller kloppen. Zeker als je dat leest. Van ons al, als je dat leest. Van een Jood helemaal met zijn geschiedenis met de tabernakel en de tempel en de offers en de priesters en noem het allemaal maar op. Maar, um, ja... Wie ging er, wie, 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 uh, Lucas ging heel veel met Paulus mee. Als je leest in Handelingen. Ja, je ziet dat Lucas is met mij. Hij was veel natuurlijk met Paulus. Dus ja, het is maar een gedachte die ik opgooi. Ja. We zullen het eenmaal weten in de hemel. Eén ding is zeker, God heeft hem geschreven. Maar één ding is ook zeker, dat denk ik namelijk. Dat Paulus kan hem ook niet geschreven hebben. Dus al zou men dan zeggen, van, uh, hij heeft het geschreven. Het, staat, nou, het kan ook niet, want dat weten we. Nou, Maarten weet het natuurlijk al. Uh, Hebreeën 2, hè. Uh. Dan gaan we daar eens even lezen, want hij heeft het niet geschreven. Want kijk, in Hebreeën 2. Uh, vers. Nou, laten we vers 2 nemen. Want indien het woord door de engelen gesproken vast is geweest en alle overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft. Hè, dan spreekt hij over, uh, ja, over het Oude Testament. En als dan. Ja. Hoe zullen wij ontvlieden? God in het Oude Testament, hè, dan zie je, dan werd ze gestraft en werd ze weer weggevoerd. Nou, Hoe zullen wij ontvlieden? Wij, wie zijn dat? De Hebreeën. Indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven. En waar spreekt hij over de zaligheid? Echte redding voor hun, de welke begonnen zijnde verkondigd te worden door de Heren. Nou, dat is de Heer Jezus. De Heer Jezus heeft die zaligheid verkondigd. En het is aan ons, wie is ons? De Hebreeën. Dus wat de Heer Jezus heeft verkondigd, dat is aan de Hebreeën, die dit lezen, deze brief, bevestigd geworden van degenen die Hem gehoord hebben. En wie zijn dat? Dat zijn de apostelen. Ja, zeg het maar hoor. Ik vraag het tenslotte. Dus ja, het is aan hun. Ja, natuurlijk, want de Heer Jezus heeft het aan hun verteld. Hij is uh, met de twaalf apostelen verder gegaan. We weten het, hè? eerst had hij een grote groep, maar uiteindelijk wordt het de twaalf, na de opstanding ook. En dan zie je dat hij is uh, opgevaren naar de hemel, en dan geeft hij hun die opdracht. En met Pinksteren zie je, nou, dan zegt Petrus, dit is het. Ja? En dan zie je ook bijstaan, en die hebben hem gehoord, en die hebben het aan hun verteld. Dus hij spreekt hier over Pinksteren. En dan God bovendien medegetuigende, door tekenen en wonderen en medegeleide kracht en bedelingen des geestes. Naar zijn wil. Nou, dat zien we met Pieter ook gebeuren. Nou, ons, hè? Dat kan nooit Paulus zijn. Ja? Het is de heer Jezus. Ja? Die heeft het aan de twaalf verkondigd. En die hebben het weer aan hun verkondigd. Dus, Paulus, die was er op dat moment. Die was er heel, ja, die was er wel, maar die was absoluut nog niet geloven. Ja? Maar daar zie je dus duidelijk uh, aan dat: uh, ja, dat dat Paulus daar de schrijver niet van kan zijn, want als hij zegt aan ons bevestigd is geworden, ja, dan zeggen we, hé, hey, dan was Paulus ja aan ons, ja, dan zou hij dus ook bij de geredde Hebreeën gezeten hebben toen de tijd. En het was niet zo, want we weten in Handelingen 9 is hij pas geroepen en daarvoor heeft hij de kleine kudde heeft hij juist vervolgd. Dus ja. Weet je wat je ook in de Hebreeënbrief al zou hij, of hij zou hem geschreven, maar wij geloven dus niet dat hij het moet heeft Het kan volgens mij ook niet volgens dit vers. Maar je ziet ook in de Hebreeënbrief al zou hij het zo hebben, hè? geschreven. Nou, de Hebreeënbrief is zo geschreven ten tijde dat de tempel er nog stond. Dat, dat kun je uit tekst laten zien. Maar wat je niet leest in de Hebreeënbrief, dat is bijvoorbeeld over de val van Israël. Dat staat er niet. De de spreekt heel veel over van A naar B. <laughs> van A naar beter. Van, je hoort, je ken je die woorden met het verkeer? Van A naar beter. Nou, hier heb je het eigenlijk van O naar beter. Van het Oude Testament naar het Nieuwe Verbond. Daar spreekt hij constant over. En van de hoge priester gewoon van Israël naar een beter hoge priester. De Heer Jezus Christus. Ja? Het Oude Verbond naar het Nieuwe Verbond. Daar gaat het over. Er is geen sprake over de val van Israël. Dus Hebraeënbrief, nou, die is in het boek Handelingen, moet die geschreven zijn? Nieuwe voor het jaar 70, maar ik geloof zeker dat het uh, daarvoor geweest is. Ja, dan lees je helemaal niks over de val van Israël. Hier gaat het juist over alsof er helemaal, helemaal niks aan de hand is. Het programma gaat gewoon door. Nou, oké, okay, dit gaat natuurlijk over de toekomst nog, want het is de bedenkende is tussengekomen. Ja? Dus ja, euh, laat ook eens even naar 1, Petrus 1 vers 1 kijken. Nou, als Petrus dus refereert naar Paulus he, over de brief die hij aan jullie geschreven heeft. Nou, als je kijkt in 1 Petrus 1 vers 1, gaan we eens even kijken dat, aan wie Petrus heeft geschreven. En daar zou ook een argument in kunnen zitten. Want kijk, 1 Petrus 1 vers 1, Petrus is een apostel van Jezus Christus aan de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocia, Azië en Bithynië. Nou, wie weet waar dat allemaal ligt. Het is allemaal Turkije. Allemaal in Turkije. Pontus is in de Turkije. Cappadoci is, is in het noorden daar. Azië, waar ligt dat in Turkije? Dat is een beetje aan de linkerkant. Wat ligt daar? Efeze, Colossense, ligt daar onder andere. Meerdere plaatsen. Is niet ook Galatië bij staan? Hoe gaan we dat nou uitleggen? Want we weten een brief die is geschreven in de toch? zou kunnen zeggen, hé, hey, Petrus is referent aan Paulus en Paulus heeft de brief aan de gelaten geschreven. Maar ziet u, Petrus schrijft ook aan de gelaten. Zou hij soms misschien dat bedoelen? De gelatenbrief. Misschien heb je nooit zo bij stilgestaan. Zou toch wel maar kunnen? Nou, we weten, het, het kan gewoon niet. Nee, het kan absoluut niet. Waarom niet? Nou, wat was het probleem bij de gelaten? Ja, dat ze de besnijdenis was juist het probleem in de gelatenbrief uh, laten we even naar gelaten gaan. Als Petrus zegt: jullie moeten bij Paulus zijn en hij heeft jullie een brief geschreven, dat zegt de eerste, dat bedoel ik eigenlijk. Hij heeft jullie geschreven, dan kan het ook niet deze brief zijn, die is aan het liggen van Christus geschreven, maar ook omdat hij hier juist te strijden gaat tegen de besnijders. Dat hij zegt: wacht even, want Petrus, waar praat, waar praat hij over? Dat de besnijders nut is of niet nut? Petrus heb ik het over. Ja. Ja, ja, tuurlijk, ja, 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 je moet besneden zijn hoor. Ja, toch? Ja, natuurlijk. Kijk, nou kijk even in gelaten 2 vers 3. Weet je, dat is een verslag van uh, die conferentie in Jeruzalem, in handelingen 15. En dan zie je in gelaten 2 vers 2. En ik ging op door een openbaring en stelde hun het evangelie voor dat ik predik waar onder de heidenen. En in het bijzonder degene die in achting waren... Opdat ik niet enigszins te vergeefs zou lopen of gelopen hebben. Dan heeft hij het over Petrus Jacobus anders. Maar ook Titus, die met mij was, een Griek zijnde, werd niet genoodzaakt zich te besnijden. Daar ging het om. Want er werd gezegd: als je niet laat besnijden, kan je ook niet zalen worden. En wat was daar aan de hand? De gelaten, er waren Joden, die kwamen daar onder andere met het punt: ja, je moet je laten besnijden. Nou, dan gaat Paulus over die besnijders uh, praten. Nou, kijk in hoofdstuk 5, vers 2. Zie ik Paulus, zeg u, zo ga je u laten besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn. En dan zie je ook in vers 3. En ik betuig wederom een iegelijk, men, een iegelijk mens die zich laat besnijden. Dat hij een schuldenaar is de hele wet te doen. Zowel de jood als de heiden. En wat spreekt hij in hoofdstuk 5, vers 1? staat dan in de vrijheid waarmee de Christus jullie de vrijgemaakt heeft. Wij zijn vrij. Christus heeft alles gedaan. Wij lazen vandaag in Romeinen 6. Het handel even over dat vers van... Uh, Houdt het daarvoor dat... dat, uh, dat jullie de, voor de zonde dood zijn... Ja, en voor God levende Christus Jezus onze Heer. Dat is nou de tekst van je ware vrijheid... Als je het begrijpt. Ik had met die vrouw, mijn vrouw, die zuster uit Den Haag, had het over Romeinen 6, dat heb ik haar laten zien. Moet je letterlijk lezen. Dat was voor haar, wauw. Ja, en dat is, daar ben je bevrijd, dat vers, ben je bevrijd van je keurslijf. Want je weet, ik ben levend in Christus. Dat is mijn positie. En ik ben voor de zonde dood. Dus ik ben echt, dat, als je dat begrijpt, dan snap je dat je vrij bent. En dan zegt Paulus ook hier: staat dan in die vrijheid waarmee ons Christus, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. En wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Nou, dat is voor de een de doop. En hier was het met de besnijdenis. Ja, maar wij zijn vrijgekocht. Kijk, en als je kijkt naar in, uh, nou in vers 11: maar ik, broeders, indien ik nog de besnijdenis predik. Waarom word ik nog vervolgd? Zo is dan de ergernis des kruises vernietigd. Dus je ziet de besnijdenis. Daar is negatief over. Dat men denkt ik moet me laten besnijden. Maar niet alleen voor de heiden. Ook voor de jood. Want in dezelfde brief. Gelaten. Kijk gelaten 6. Vers. 14. Nee. Vers 12. Al degene die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees. Die noodzaak u besneden te worden. Alleenlijk, opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden. Want ook zij die besneden worden, houden de wet niet. En we hebben net gelezen: als je besneden bent, ben je ook, moet je ook de hele wet doen. Maar zij willen dat gij besneden wordt, opdat zij in uw vlees roemen zouden. Maar het zij verre van mij dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onze Heerde, Jezus Christus, door welke de wereld mij gekruisigd is en ik de wereld. En hoe komt het? Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht. Nog vooruit, maar een nieuw schepsel. Dus wat zegt hij in de Glatenbrief? Snijs is niks, vooruit is niks. Alleen het nieuw schepsel. Daar gaat het nu om. En in vers 16: En zoveel als ze naar deze regel zullen wandelen. Over dezelfde zal zijn vrede en barmhartigheid. En over het Israël-gods, de kleine kudde. Dus als het Israël-gods, de kleine kudde, zich nou aan, de, aan hun regels blijft houden. Ja, waar, waar Peter, zeg maar, de leidsman van is. En, en, en ook de, het lichaam van Christus aan wat Paulus verkondigt, Dat er, dat er is dus iets veranderd. We hebben nu, het gaat niet in de van de genade, om de bedenende genade. Om het lichaam van Christus. De bedenende genade. Om het nieuwe schepsel. En bij Petrus was dat natuurlijk niet zo. Dat ging duidelijk om. Jood en dan de heidenen, De besnedenen en de onbesnedenen. Ja? En, en daar moest hij bij blijven. En dat is wat we zien gebeuren... Dat als Petrus zegt, 1 uh, Petrus, hij heeft geschreven naar Pontus. En je ziet ook Galatië. Maar als je, ik heb het kaartje nog even bijgepakt gisteren. Maar weet je hoe groot Galatië is? Dat is een groot gebied in het midden van Turkije hoor. Een heel groot gebied. Dus ja, je hebt daar gedeeltes waar dus ook dan Joden waren. Ja? Maar waar Paulus niet geweest is. Waar Petrus aan geschreven heeft. Nou, als je kijkt, even de handelingen 2, Handelingen 2 met Pinkster. We hebben net met. Hebreeën 2 gelezen over aan ons verkondigd is geworden. Nou, dat zien we hier staan, Handelingen 2. En dan zie je in vers 8, want ze horen natuurlijk hun spreken in allemaal talen. En hoe, hoe horen wij hen? En iegelijk in onze eigen taal in welke wij geboren zijn. Parthers en Medes en Elamieten. En die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea. En dan? Kappadocië, Pontus en Azië. Zie je ze staan? Dat is ook weer Turkije. Dus er waren Joden met pinksteren... uit, uit Turkije ook. Ja? Uit, die, uit die gedeeltes. Die waren daar. En die gingen natuurlijk ook weer terug. Daar nou gaan we mee naar Handelingen 16. Handelingen 16. En... Peter schrijft ook aan Galatië. Dus er zijn daar ook Joden die daar in de gebieden van gebieden. Het is heel rood. Want de brief van de Galaten is natuurlijk niet aan de stad van Galaten. Die bestaat namelijk niet. Er is geen stad die Gelaten heet. Het is gemeenten in het gebied van, van Galatië. Diverse plekken. Maar uh, dat kan je in de Bijbel ook lezen. Hè? Listeren, Derbe, Iconium. dacht ik ook dat die er nog in ligt. Nou, dat zijn er drie. Hè? En er zijn er nog meer. Maar je ziet niet dat in heel Galatië. Dus er zijn ook gebieden. waar dan schijnbaar Joden. van de kleine kudde dan gezeten hebben. Ja? Nou, als je kijkt naar Hanningen 16, vers 6. en dan zie je ook iets opmerkelijks staan. En als zij Frigië. en dat zie je met Handelingen 2 zagen net ook. dat heb ik niet gelezen. met het volgende vers spreekt hij ook over Frigië. en het land van Galatië doorgereisd hadden. Zie je, het land hadden ze doorgereisd. Paulus. Werden zij van de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken? En aan Mycië gekomen zijnde, poogden zij naar Bithynië te reizen. En de Geest liet het hun niet toe. Zie twee keer dat de Geest het niet toelaat. En dan zie je bijvoorbeeld hier ook het woordje Bithynië staan. En ook, dus ja, en wie heeft er ook aangeschreven, Bithynië? Dat hebben we net gelezen met 1 e. Petrus. Toch? Ben ik in de war? Ik ga gauw even kijken hoor. E, 1 Petrus 1 vers 1. Zond als het goed is, stond erbij. Ja. Dus ja, en de Heilige Geest weer hield Paulus om daarheen te gaan. Ja. Want hij wou naar Bitinië. Je leest niet, Azië dat is ook een groot gedeelte. Nou, we hebben net Efeze, Colossense, Laodicea. Er lagen meerdere plekken. Ik weet ook niet alles, maar ik weet één ding. Romeinen 15 en 20. Als we daar even gaan kijken, ja. Ja, en dat dat de reden is dat Paulus soms door de Heilige Geest, wat wij hier dan lezen, dat als zij het niet wist, op een of andere manier, dat hij weerhouden werd om daar naartoe te gaan. Omdat, Handelingen 5, vers 20, zegt hij... Uh, in vers 18, want ik zou niet durven iets te zeggen, het welk de Christus door mij niet gevrocht heeft, tot gehoorzaamheid der heidenen met woorden en werken, door kracht van tekenen en wonderheden en door de kracht van de geest God, zodat ik van Jeruzalem af en rondom tot Illyricum toe het evangelie van Christus gevuld heb, en al zo zeer begeerig ben geweest om het evangelie te verkondigen, niet waar Christus genoemd was. Kijk, Paulus kwam ergens, waar, overal waren voor de eerste keer met Christus. Of er moest een synagoge zijn met, ja, maar Joden, die de heren niet kennen. dan zien we, dan ging hij daarheen. En dan ging hij met hun vertellen, hun praten. Waarom? Hij ging niet, waar Christus genoemd was, opdat dat hij het op een ander fundament zou bouwen. Wat bedoelt hij ermee? Nou, dat hij natuurlijk een ander fundament, wie heeft nog meer het fundament gelegd? Petrus. Er waren ook Joden, je ziet het met Pinksteren. Die waren daar, maar goed, Israël, het is niet gebeurd. Die zijn teruggegaan, naar een plek hè? en die wonen daar. Maar goed. Maar uh, denk je aan als je dit leest? Niet waar een, dat ik op een ander fundament zou bouwen. Je legt een fundament en dan ga je bouwen. Paulus heeft het fundament gelegd. Hoe bouwen wij erop? Met zijn brieven. Als dit het fundament van Petrus is. Waar ga je dan mee bouwen? Dat zijn met de Evangelie, de brieven. En de brieven die er dan van zijn. Petrus bijvoorbeeld. Ja? ja, die is er inmiddels achtergekomen. Er is een, een uitstel. Het is nog niet gekomen. Dat, le dat legt hij uit in zijn brief. En dan verwijst hij naar, naar Paulus natuurlijk. Ja, die is de verklaring dat de Heer Jezus Christus nog niet gekomen is. Maar je ziet hier, Paulus gaat er niet heen. Paulus ging wel naar de synagoge, dat weten we. Hè? Was dat de kleine kudde? Nee, nee hij, ging naar het, hij, ging, uh, hij ging naar dat gedeelte. Nieuwe mensen, ja? niet het andermans fundament. Hij ging niet naar de kleine kudde. Want dat was met handelingen 15, onder andere. Een part of the deal. Want wat zegt hij in gelaten 2 vers 9? Weten we het of niet? Wat was de afspraak in gelaten 2 vers 9? Oh Juist, ja, uh, Paulus, uh, Paulus, Paulus gaat naar de heidenen. En zij gaan naar de besnijdenis. En dat is in Handelingen 15, hè, toen is dat natuurlijk al gevallen. En je had natuurlijk een, ja, het, de kleine kudde. En die, ja, die ging niet meer groeien. Want er was een nieuw evangelie. Maar de kleine kudde moest natuurlijk nog wel onderhouden worden. Door apostelen, door leraars. Van de besnijdenis. Kijk, en daar zie je in Gelaat 7, 9. En toen Jacobus en Kevas en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade die mij gegeven was bekende, gaven ze mij en Barden was de rechterhand, de gemeenschap, opdat wij tot de heidenen en zij tot de besnijdenis zouden gaan. Maar let op, hè, niet de besnijdenis is algemeen, de kleine kudde. Want Paulus ging ook naar de besnijdenis. Maar dan ging hij naar de synagoge, waar de niet de kleine kudde was, waar de ongelovigen waren. Want ja, de kleine kudde, ja, die, die vermengde zich natuurlijk niet met het ongelooflijke. Dat, uh, dat ging natuurlijk ook niet samen. Goed, dat is een klein beetje een idee dat je denkt, ja. Dus wat zie je dat Paulus doet? Als daar staat: je mag niet op Andermans fundament bouwen. Wat zegt hij daarmee? Hij laat de kleine kudde over aan Petrus en aan Jacobus, Johannes, aan de besnijders. Mensen. Dus daarom, dat laat je nu over. Totdat die tijd met handelingen aan het eind weet is het eenmaal voorbij, die vermindering. En dan is het, uh, ja, dan gaat hij gewoon uh, ook niet meer eerst aan de Jood. Dan gaat je gewoon overal waar hij maar kan, ga je het Evangelie verkondigen aan iedereen. Wat wel interessant is, is: Petrus, Paulus, heeft geen brief aan. Nou, laat ik zo zeggen, hij heeft geen geïnspireerde, geïnspireerde brief. aan de Joden toch? Klopt toch? Het is geen strikvraag hoor. Zeg maar ja. Het is altijd goed. Het is gewoon ja. Dit is altijd een ja. Nou ja. Hij zegt dat Peter zegt toch, een brief die hij u geschreven heeft. Hij heeft wel een brief aan geschreven, maar geen geïnspireerde brief die in de Bijbel staat. Maar ik weet wel dat Peter, Jacobus en Johannes hebben wel een brief geschreven aan de heidenen, die ook in de Bijbel staat. Welke is dat? En het is geïnspireerd. Ja, Petrus, Jacobus, Johannes. hebben een brief geschreven. aan de heidenen. Rara, hoe kan dat? Dat is een aardig geintje. En hij staat in de Bijbel. Jullie weten niet welke brief het is? Handelingen 15. Nou, dan weten jullie het wel. Handelingen 15. Ja? Als je leert, oh. ja. juist. Handelingen 15 vers 23. Precies. Dat was uh, om geen aanstoot te zijn voor de Joden, de Heidenen. Die stonden bekend om uh, die dingen die daar stonden. Kijk, in Handelingen 15 vers 23. Dus het was duidelijk, Paulus uh, zijn apostelschap werd uh, erkend. En uh, er waren, uh, hoe heet dat, uh, over die besnijdenis. Daar was natuurlijk veel uh, uh, beroering door. En toen he hebben ze dus uh, een brief geschreven. En dat was Paulus belangrijk. Omdat, uh, omdat men haalt natuurlijk de apostelen erbij. Zoals nu ook. Hè? Ja, maar de ik volg de Heer Jezus. En Petrus die, uh, is toch de verkondiger daarvan. Nou, dan kunnen wij zeggen ja. Maar kijk eens wat Peter zegt in handelingen 15. Kijk eens wat Peter zegt in zijn tweede brief. Nou, hier moeten jullie gaan. En wie moeten jullie luisteren? De ze. Dus als die leiders dat al zeggen, dan zijn alle, ja, hoe zeg je dat? Alle, alle tegenwerpingen. De monden zijn al nou gestopt. En dat zien we hier gebeuren. Handelingen 5, vers 23. En zij schreven. of oké vers 22. Toen heeft het de apostelen, zie je het. En de ouderlingen. Met de hele gemeente. Dus heel, heel de gemeente Jeruzalem. Goed gedacht. Enige man uit zich te verkiezen. En met Paulus en Barne was te zenden naar Antiochië, namelijk Juras, die toegenaamd wordt Barsabbas en Silas, mannen die voorgangers waren onder de broeders. Onder de koninkrijksgelovigen, de kleine kudde. En zij schreef door hen dit navolgende: De apostelen en de ouderlingen en de broeders wensen de broeders uit de heidenen. die in Antiochieën en Syrië en Cilicië zijn zaligheid. Nademal wij gehoord hebben dat sommigen die van ons uitgegaan zijn. u met woorden ontroerd hebben en uw zielen wankelend gemaakt hebben. En zeggende dat zij: Gij moet besneden worden en de wet onderhouden, welke wij dat niet bevolen hadden. Zo heeft het ons eendrachtelijk tezamen zijn, de goed gedacht enige mannen te verkiezen en tot u te zenden met onze geliefden, Barnabas en Paulus. Mensen die hun zielen overgegeven hebben voor de naam onze Heer Jezus Christus. Wij hebben dan Judas en Silas gezonden, die ook met de mond hetzelfde zullen verkondigen. Want het heeft de Heilige Geest in ons goed gedacht jullie er geen meer de last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen. Namelijk dat gij onthoudt van hetgeen de afgode geofferd is en van bloed en van het verstikte en van vermoerderij. Van welke dingen in die gij u zelf wacht, zo zult gij wel doen, vaart wel. Maar het is toch een aardig brief nog. En het is de brief geschreven aan... De broeders in Antiochië Syrië en Cilicië. Ja, je ziet het. Deze staat, dit staat hier wel in de Bijbel. Het was ook belangrijk dat het erin staat. En je ziet later ook dat Paulus die over gaat rondgeven. Maar het is een brief die staat in de Bijbel, is geïnspireerd. Maar zo'n brief zou ik me ook kunnen voorstellen, bijvoorbeeld zo'n brief. Zoiets met een bepaalde inhoud. Paulus aan hun geschreven heeft, aan de Hebraïers. Goed, nou, dat was natuurlijk een, een strikvraagje. vraagje. Maar ik vond het wel erg. Uh, ik vond het wel origineel eigenlijk. <laughs> we gaan naar 2 Petrus 3, vers 16, ja. En dan zegt hij ook, uh, en achterlang moedigheid ons heren voor zaligheid, gelijkenwijs ook onze uh, geliefde broeder, oh dat is vers 15. Naar de wijsheid die hem gegevens jullie geschreven heeft, nou dat weten we nu. Gelijk ook in alle zijn brieven, daarin van deze dingen sprekende. Ja? Onder andere natuurlijk over die, uh, het is de verklaring. Eigenlijk is het gewoon de bedenigde genade. Ja? Dat is de oorzaak. Dat de, de hele komst van Christus nog niet is. Dat de grote verdukking nog niet gekomen is. Dat de toorn nog niet gekomen is. En dat het koninkrijk Gods op aarde nog steeds niet gekomen is. Daarin van deze dingen sprekende. We. In welke dingen sommigen zwaar zijn om te verstaan. Het is zwaar om te verstaan, zie je dat? Maar sommigen, niet alles. Sommigen zijn zwaar om te verstaan. Nou, als wij zien dat heel veel mensen ook de brief van Paulus als zwaar vinden om te verstaan. Wat Petrus hier ook zegt. Ja, kijk. Maar wat dat betreft, het is ook logisch, want het is natuurlijk wel een ander programma. En beeld je eens in, hè. Dat wij zouden nu opeens horen, er is verschil tussen Jood en Heide. Opeens. Nieuwe evangelie, we weten niet beter. En dan horen we opeens, nee, het is nu uh, vanaf dit moment is Jood en Heide, eerst de Jood en dan de Griek. Dat is een heel andere manier van denken. Alhoewel, voor veel christen en is het een andere manier van denken, omdat het zit een beetje onder de evangelieën. Maar... Kijk, zo moet je het zien. Er was duizenden jaren geschiedenis van Israël. Zij waren het uitverkoren volk. Ze hebben de wet gekregen. En ze hebben de offersdiensten gehad. Uh, de profeten. Het hele oude testament, dat is van hun. En dan heb je de evangelie. En dan komt apostel Paulus. En die schrijft allemaal brieven. Ja, sorry, maar Israël, jullie rol is uitgespeeld. En jullie zijn niet de kleine kudde. Maar Israël is gevallen. En is nu... Net zo zonder God, als, de, als die heidenen die zonder zijn heidenen. Ja, dat brengt wat in je denken. Ik, hè, ik heb een tijd geleden ook met zo'n Jood gesproken. Ja, en dat denken is natuurlijk helemaal volgens het Oude Testament. Met wij Israël natuurlijk uh, nummer één. Dus ja, welke sommige dingen zwaar om te staan, verstaan zijn, ja... Dat is voor hun wel even wennen natuurlijk. Ja. Het is een compleet ander programma met een ander evangelie. Dus het is op zich niet zo gek. Maar goed, en dan zie je ook staan: um, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere schriften tot hun eigen verderf. Nou ja, dat is uh, tot hun eigen verderf. En wat betekent dat? Als zij die schriften verdraaien, we lezen. Dit in de context waarin de tijd waarin het geschreven is. Voor welke tijd is dit? Zometeen bij de grote verdrukking. Wat is dan de heersende leer daar? Het oude verbond. Ja? En daar moeten wij blijven. Terwijl het gaat om het nieuwe verbond. Dus dat is een verdraaiing van de schriften. Net zoals het nou een verdraaiing van de schriften zit, uh, dat, dat net zoals Paulus zegt: één uh, zegt een ander evangelie. Ja, dan ben je onder de vloek. En die verkeren sommige geloven, bijvoorbeeld. Ook zo'n tekst. Dat is het verkeren van iemands geloof. Is, als je niet recht snijdt... dan verdraai je de schriften. Terwijl het wel de waarheid is. Maar wat toen geestelijk was en van God gesproken... en niet wereldgelijkvormig... is nu tegenovergesteld. De wet is nu is heilig en goed. Maar hij is niet heilig en goed voor een zonden in deze tijd, ja... Want dat toont juist de zonde in ons aan. Nou oké, okay, dus er komt een tijd, dan heb je die antichrist, ja, die hebt het voor het zeggen. En die zegt, ze moeten dus bij het oud Testament blijven. Ja, dan hebben we de offers, de tempel wordt herbouwd. En wat krijg je dan? Tot hun eigen verderf. Wat is het resultaat als je dat gaat aanhangen? 6, 6, 6. Er is geen redding meer mogelijk. Dus ja, en dan, gij dan geliefde zulks tevoren wetende. Dat wil zeggen, ze weten het nu. Ja? Wacht u dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgedrukt wordt en uitvalt van uw vastigheid. Gij dan geliefde zulks tevoren wetende. Dus ze weten nu, ze zijn inmiddels op de hoogte gesteld, wat de reden van het uitstel is. Dat de Heer Jezus Christus niet gekomen is. Dat zal in die tijd ook gezegd worden, in die grote verdrukking. Nou, waar blijven jullie? Dan? Je die, Christ, die Jezus van je, die Messias, onze Messias, zit daar. Kijk eens, die moet je aanbidden, want hij is gekomen. Dus er komt geen tweede komst meer. Nou, daar gaat hoofdstuk 3 over en daarvoor ook. Heeft het toch ook over Noach? Hè? Dan denk ik, het is allemaal hetzelfde gebleven. Ja, daar hebben we het al over gehad. Met andere woorden, het oordeel. Wel, nou nee, Hoezo? De messias zit daar. Nee, ze weten nu de reden van het uitstel. Maar let op, hè, geen afstel. Want dat is natuurlijk helaas bij velen het geval: dat Israël, ja, wij zijn eigenlijk het geestelijke Israël. Israël is afgeschreven. He, door de kinderdoop, onder andere bijvoorbeeld. Ja, dat is duidelijk dat daardoor Israël, ja, dat wij, zijn in de, dat wij zijn in de plaats van Israël. En daarom is de doop in de plaats gekomen van de besnijdenis. Ja. Maar wij weten door de apostel Paulus, nee. En dan zie je ook weer het gevolg van het niet rechtsnijden van het woord en waarheid. Dan kom je in dat soort leerlingen. En dat is ook tot een verderf van de christen nu. Ja, want wat heeft hij daar aan? Paulus noemt dat, dat hij een verdorven verstand heeft. Als hij niet luistert naar de gezonde woorden. 1 Timotheüs 6 he, zegt hij dat. Als je niet luistert naar de gezonde woorden van de apostel Paulus. Dan zijn verdorven van verstand. Van de waarheid beroofd. Dus rechtsnijden. Dat is nu, de Heer Jezus deed dat, en Peter zal het ook doen. Want die zal het ook doen, want die zegt natuurlijk, de Antichrist zegt nee, je moet het uh, offers, maar wat zegt Peter en, en, en de kleine kudde? Nee, we hebben het nou het nieuwe verbond. Dus dan gaan ze natuurlijk de Schrift aanwijzen. De Heer Jezus, wat heeft hij gezegd? Dit is het bloed, hè, dat, ik, uh, dat, zal, dat is het nieuwe testament in mijn bloed. Dat lezen we in Matthäus en in, 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 in Evremius. Dus dat bloed, dat nieuwe vond is gesloten. Dat is er. Dus moet je ook weer rechts snijden. Nou, dus dat is heel belangrijk. Maar zij weten dus, het is geen asso. En dat weten we door Apostel Paulus. Hij nou, zegt in Romein eh, 11, vers 25. Ik wil niet dat u dit, deze verborgenheid onbekend zei: dat, eh, dat de verharding van het volk Israël, dus de, de blindheid, voor een deel over Israël gekomen is. Dus dat wil zeggen zijn gelovige Joden en het is ook voor een bepaalde tijd en dan spreekt hij tot de volheid der de heidenen. Dus met andere woorden, God is nu nog met ons heidenen bezig in de der genade, maar die bedening houdt ik weer op. Maar wat gebeurt er dan? Ja, dan hier. Paulus is de verklaring van dat de Heer Jezus steeds niet gekomen is voor Israël, maar dan weet je als dan die, ja, we hebben nog een generatie wat ertussen zit, en dan begint die, begint die grote verdrukking. En dan weet je in die zeven jaar, dan is de tweede komst is aanstaande. Dus ja, dat weten ze nu, ja. Dus ja, Paulus, Peter zegt ook gelijk ook in alle zendbrieven, dus Peter leest ook die zendbrieven. Ik ben overtuigd dat de kleine kudde, waarom zouden ze de zendbrieven van Paulus, of de brieven van Paulus ook niet lezen, over die 2 Thessalonica 2, over de antichrist, Geeft ook hun duidelijk licht, wat Paulus daar ook al over schrijft. He, zit in dat hij daar is als een God. Dus ja. Dus ja, en wat hier ook staat. Dat is een beetje. Dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen. mede afgerukt wordt. Ja, dat betekent. Ja, meegesleept. Ik heb even gekeken ook naar het woordje afgerukt. Ook in de Engelse Bijbel. En ook met andere vertalingen, en dan zie je heel vaak dat het woordje afgedrukt wordt, ook uh, afgeleid of meegesleept wordt. Nou, wat doet verleiding? Inderdaad, weggerukt in feite, want er staat dat op zich ook weer geen verkeerd woord. Ik vind het eigenlijk wel heel mooi, want er staat en uitvalt van uw vastigheid. Dus je hebt een bepaalde vastigheid in je geloof. En wat doet verleiding, wat wil verleiding? Die wil je uit die vastigheid halen, toch? Wij hebben toch de, zere, de zekerheid in de heer Jezus? Ja, en zij ook. Maar verkeerde leerlingen, wat leren die ons? Nou, bijvoorbeeld, uh, Romeinen 6 bijvoorbeeld, waar we hebben het net over gehad. Ik heb die zuster uitgelegd letterlijk. En zij was helemaal in de war door al de leerlingen. Ja, je moet gedoopt worden met water. En je moet dan elke keer opnieuw je zonde beleiden. En vergeving vragen. Is dat vastigheid? Nee. Daarom zegt Paulus ook: van de waarheid beroofd zijn. We. Dat ze zijn van de gezonde leer afgeweken. Als wij bij de gezonde leer zijn. Nou, ik, 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 die tekst waar ik net noemde. Jullie wisten gelijk. Eh, gelijk die vastigheid. Hè. je weet, Daar zit mijn vastigheid in. mij is het Waarom? Dat ik neem het letterlijk. En dan komt een andere leer. Met waterdoop. En dan zie je. Dat is de verleiding. Dan word ik uit die vastigheid. Ja, hij zit vast. Hier ruk je daar gewoon uit. En waar kom je dan in? Onvastigheid. Afgelopen zondag had ik het over. Drijfzand. Dan kom je in drijfzand. Wegvastigheid. Wegvastig grond onder de voeten. En dat is, dat is wat de verleiding doet, ja. De verleiding die gaat hun meeslepen en wegrukken. Nou, dat woordje gruwelijke is, uh, dat is ook wat, hè. Wacht u, dat gaat niet door de verleiding. Der, dat zijn gruwelijke mensen die dat doen. En dat woordje gruwelijke komt ook van gruwel. En in Gods ogen zijn het dus gruwelijke mensen. Nou, denk bijvoorbeeld in de Bijbel. Uh, homofilie, man met mannen, is een gruwel in de ogen van God. Mensen met dieren is een gruwel in de ogen Daar stond maar even straf op, is de doodstraf. Dat is een gruwel. Dus in Gods ogen is het een gruwel. Ja, en het zijn gruwelijke mensen in zijn ogen die dat doen. En dat gruwelijke mensen, dat heeft te maken met het systeem van de Antichrist. Want ik heb het woordje gruwelijke eens even gekeken in de Bijbel. En dan kom ik onder andere, wie was een persoon uit het oude testament, een koning van Israël, die echt een gruwel was in Gods ogen. Ja. Hij was getrouwd met ene Isabel. Ja, één koning 21. En waarom, en die werd... Natuurlijk ook, ja, weer een vrouw. Sorry, <laughs> vaak zie je die verleiding door de vrouwen en mannen natuurlijk ook. Maak maar een grapje, maar. Maar Isabel was een priesteres van de Baal. En zo is het ook de fout in gegaan, door met heidense vrouwen, zoveel vrouwen, is het is in de afgoderij beland. Nou, hier zie je met Agap in 1 Koning 21, vers 25. Dat is na die gaat met nabod. Ja, ik zocht 1 Koningin 1, 20, vers 25 en 26. Oh, ik denk wel, ik zocht het woordje ik zag het niet staan. Maar uh, vers 25, dat is 1, ja ik kan niet zeggen welke bladzijde, want ik, mijn Bijbel is niet nee, in overeenstemming met die van jullie. Maar 1 Koningin 21 vers 25. Doch er was niemand geweest gelijk aangop die zichzelf verkocht had om te doen wat kwaad is in de ogen des Heer. Niemand was er gelijk aangop, niemand. Terwijl Isabel zijn huisvrouw hem ophitste. En hij deed zeer gruwelijk wandelende achter de drekgoden naar alles wat de amorieten gedaan hadden. Die God voor het aarzelen kinderen Israels uit de bezitting gedreven had. Kijk, en dat, dat was, hij deed zeer gruwelijke dingen. En Isabel, nou dat was een, een priesteres van de Baal. En we zien ook in de openbare, in de grote verdrukking... over de leer van Isabel, als ik niet vergeten, over hoererij met de afgoderijen, met de antichrist. Dus het is een, een, een gruwel. Nou kijk, dat klopt aardig als we naar Daniel gaan even. Want het is het systeem van antichristen. En het, dat is een gruwelijk iets namelijk. Angstaanjagend voor de mensen. En gruwelijk ook. Uh, Daniel 9, dacht ik. Of was het nou 7? Daniel 7, vers 7. Wat zien we staan? Dat gaat over die vier dieren. Dat gaat over de toekomst in de grote verdrukking. En daarna zag ik in de nacht gezichten. En zie het vierde dier. Het was schrikkelijk en gruwelijk. Dat is de Antichrist. En zeer sterk, schrikkelijk en gruwelijk en zeer sterk. En dat had grote ijzeren tanden, Het at en verbrijzelde en vertrat het overige met zijn voeten. En het was verscheiden van al de dieren die voor het zelf waren geweest waren. Het had tien hoornen. Dus het is verscheiden van die tien hornen. het heeft de tien koningen te maken. Weet jij, hij sluit een verbond met tien koningen. Voordat de grote verdrukking begint. En dan, 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 is ook, geloof ik, maar daar wil ik even vanaf zijn. Maar in ieder geval zie je het, is zeer gruwelijk, ja. Van alle koninkrijken die ervoor geweest zijn. Ik denk daar, nou, we gaan Hitler, was gruwelijk toch? Maar zo gruwelijk zal het zijn zometeen. Als Paulus zegt hij gij zijt verlos van de toekomende toorn, dan heb je met dat soort gruwelijke systemen te maken. Ik kijk ook in vers 19. Toen meis ik naar waarheid, naar de waarheid van het vierde dier. Uh, ja, hij wil weten. Hij wil weten, wat is dat? Het welk verscheiden was van al de anderen. Hier staat zeer gruwelijk. Welk standen waren van ijzer en zijn klauw van koper. Het at, het en het het overige met zijn voeten. Dat is het antichrist en zijn systeem. Dat is, wat een grote verdrukking, wat daar allemaal gaat gebeuren. Nou, dat is symbolisch, hè? want Paulus zegt ook... Ik heb tegen de beesten gevochten, in Efeze. Maar dat waren niet de beesten, dieren, waren mensen... Dit is ook systeem van de Antichrist en mensen. En zijn systeem. Wat er is om natuurlijk om. Uh, nou ja, je ziet nu Isis en Boko Haram. Het is, uh, is verschrikkelijk, ja. Dat zijn ook mensen, maar dat zijn natuurlijk beesten die dat doen. Maar het is zeer gruwelijk. In de Bedenking der Genade hebben we zelfs hebben we dat ook. Kijk naar Titus. En dat zijn degenen die ons van de waarheid af willen houden. In Titus 2, vers 16. Dat kan niet, Er moet even... Ja, 16. Hij spreekt over uh, vers 10, over... Uh, er zijn ongeregelden, ijdelheidssprekers, verleiders van zinnen. Wie verleidt ons van zinnen? Ik vrees, zegt Paulus, dat zoals Satan Eva bedrogen heeft, hè, en haar de zinnen... En dat die ook onze zinnen wil verleiden. Hier zie je het ook staan, hè? Verleiders van zinnen. Dat heeft met, ons, met de gezonde leren in ons, in, ons, in ons denken te maken. Verleiden uit je vastigheid, ja? Wegrukken. Dat gebeurt hier, in zinnen. En dan zie je in bijzonder die uit zijn. Welke men moet de mond stoppen, die hele huizen verkeren. Lerende wat niet behoort om vuil gewindsweer. Uh, wil, gewins wil. Een uit hen, zijnde hun eigen profeet, heeft gezegd, de cretenzen zijn altijd leugenachtig, kwade beesten, luie buiken. En dan gaat hij even door, dus dat zie je in vers 14, uh, die zich van de waarheid afkeren. Ja, zie je, die echt vijanden van de waarheid zijn. En dan vers 16, zij beleiden dat zij God kennen, maar verlogen hem met te werken. Nou, bijvoorbeeld als ik kijk naar, vandaag, vandaag zag ik nog een foto van de paus, nou, dan zie je in die kerk en dan zie je, het is allemaal. Het is een beleid dat hij God kent, toch? En het hele systeem, toch? Het is echt niet voor niks dat uh, in de middeleeuwen dacht men echt dat de antichrist de paus was. Want nou ja, dat was hij eigenlijk ook, maar niet de antichrist. Ja? En blij dat ze God weer kennen, maar kijk, wat staat er? Verlogen in hem met te werken, alzo zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam en tot alle goed werk ondeugenden. Zie je? gruwelijk. In Gods ogen is het gruwelijk. Soms kunnen we al zeggen, ach, de zonde. En we, uh, moet je daar maar zo'n punt van maken. En heilig leven. En voor de waarheid staan. Ja, omdat in Gods ogen is het gruwelijk. Als je dat, uh, als je hiernaar, hierdoor zou laten verleiden, dan kom je ook, ja, kom je natuurlijk, uh, in, ook in het verderf. Nou, uh, we gaan terug naar 2 Petrus. En dan zie je dat hij spreekt over die verleiding. En daar gaat het in de grote verdrukking natuurlijk om. Hè? De mensen worden verleid. Hoe Worden ze verleid? Zijn woorden zijn gladder als boter, zegt hij in Psalm 55. Hè? Zijn woorden zijn gladder dan boter. Dus verleiden door vleierijen. Ik heb daar teksten van. Die ga ik daar niet opzoeken. We in de tijd. Maar er zal verleiding zijn. Zie, er zullen vele Christen zijn. Zie hier, zie daar. Luister niet naar hun. Jezus zegt ook. Uh, ...vanwege de uitverkorende... ...misschien kunnen we even naar Matthäus gaan... ...die verleiding... ...hoezo verleiding? Het heet niet voor niks de antichrist... ...hij doet zich voor als... ...de messias, de christus... ...dat is om te verleiden... ...en hoe doen ze dat? Ja? Nou Matthäus... Uh, ...24, vers 23... Als dan zo iemand tot jullie zal zeggen, zie hier is de Christus of daar, gelooft het niet. Want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan en zullen grote tekenen en wonderheden doen. Wat begeert de Jood? Een teken. En zij zullen het doen, net zoals Mozes en Aaron en die tovenaars van de farao. Ja, die deden het ook. En dan al zo dat zij, indien het mogelijk waren, ook de uitverkorenen zouden. Verleiden, zie je? Ze proberen ze te verleiden. En dat is wat er aan de gang is. Dat tekenen en wonderen. En Paulus spreekt ook over tekenen en wonderen. Ja? Ga maar mee naar 2 Thessalonicenzen. 2 Thessalonicenzen. Dus er is verleiding. Bij ons is de verleiding... Nou, dat is wat Efezes 6, he. Word wordt krachtig in de heren en laat je niet door de listige omleiding van de duivel, dat is natuurlijk allemaal satanisch geïnspireerd, verleiden. En dat heeft natuurlijk met andere leerlingen te maken. En dan komen we met de leer van het koninkrijk en dan denk ik maar ook dat ik kan gaan genezen voelt. En zo worden, wordt het verleid. Maar het is net zo onecht. Maar wij weten dat omdat wij hebben de maatstaf van de brief van Paulus. Waardoor wij dat kunnen ontmaskeren. Zij kunnen het ook ontmaskeren. Dat die tekenen, het zijn, wel, het zijn wel hele echte tekenen, want Satan kan het ook doen, maar hoe wordt het ontmaskerd? Hoe kan je het laten zien dat het niet klopt, dat het niet van God is? Door de beleidenis dat Jezus in het vlees gekomen is. En dat zullen zij natuurlijk nooit zeggen, want de antichrist die daar zit, dat is het woord dat vlees geworden is. Dat is de Messias. En zij weten het natuurlijk, zij ontmaskeren dat. Want zij weten vanuit het schrift dat de Heer Jezus al lang, de Messias al lang geweest is. Nou, dan zie je in of, sorry, 2 Thessalonische 2, vers uh, 8. En als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden, de welke de Heerde voldoen zal door de geest zijn monds en te niet maken door de verschijning zijn in de toekomst. Hem zeg ik, wiens toekomst, hè, de Antichrist, is naar de werking des Satans in alle kracht en tekenen, wonderen en leugen. Dus die, die tekenen, die wonderen. En die kracht dat zij is naar de weg was Satan en het is van de leugen. En dat is ook, ze gaan de leugen aanbidden. Want het is natuurlijk niet de waarheid de Heer Jezus zegt: ik ben de weg en de waarheid. Hij zal zeggen dat hij de waarheid is, maar Hij is de leugen. Wat zegt in Johannes 8? Er is geen waarheid in Hem. Als je de leugen spreekt, spreekt hij uit zichzelf. En dat geloven zij. En kijk, in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen die verloren gaan. daarvoor dat zij de liefde, de waarheid niet aangenomen hebben. om zalig te worden. En daarom zal God hun zin en kracht en dwaling. dat zij de leugen zouden geloven. Gaat God een dwaling sturen. dat ze de leugen zouden gaan geloven. dat is gewoon om de ware Jood. van de echte Jood. om dat te scheiden. En. Dan houdt hij de ware Jood over. En die gaan het koninkrijk in. Daarom doet hij dat. Dus ja. We gaan gauw terug naar 2 Peterus. Want ik ga het. Uh, wil het toch uh, vanavond gewoon nog maken. 2 Peterus. Dus die verleiding is er. Die is er volop. En, wij, en dat is natuurlijk altijd zo. Want Israël werd in het Oude Testament ook verleid. Wat deed uh, Balak, een bilion? Heb ik het nog uh, uitgebreid over gehad. Het lukte niet, het zeker. En toen zei hij: nou joh. Uh, dan gingen ze natuurlijk samen feesten en uh, hoereren. En toen kwam de toon. Ook een verleiding. Ja. Goed, maar door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgelukt en uitvalt van uw vastigheid. Ja, dus ja, het blijvende geloof in Christus, dat geeft vastigheid voor ons. En die vastigheid. Ja, we weten dat nu de gemeente, de plaatselijke gemeente, is de pilaar en wat vastigheid van de waarheid, hè? En dat is uh, waar we nu over spreken. Ga ik, had uh, ik deze, moet uh, even kijken, hoor. Ik weet niet eens waarom ik dat nou opschreef. Moment. Ah, oh, ja, ik zal mij voorlezen. Want hoewel ik met het vlees van u ben. Nochtans ben ik met de geest bij u, mij verblijdende en ziende uw ordening en de vastigheid van uw geloof in Christus. Zie je waar je vastigheid zit? In Christus. En dat is bij ons is dat zo, en dat is bij hun ook zo. Ja? Dus laat je niet verleiden door die gruwelijke mensen dat je mede afgerukt wordt en meegesleed wordt en uitvalt van uw vastigheid. Dat wil niet zeggen dat ze verloren gaan. Ja? Maar je kan wel in verwarring raken. Absoluut. Want hij zegt ook in, in deze brief dat zij moeten hun roeping en verkiezing waarmaken, zegt hij ergens. Ik zal eens even kijken. Vastmaken. Je ziet het staan in 2 Peters 1 vers 10. In hoofdstuk 1 vers 10. Daarom, broeders, benaast u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want dat doelen zult gij nimmer meer struikelen. Zul je nooit struikelen. Want al zo zal u rijkelijk toegevoegd worden. De ingang in het eeuwige koninkrijk van onze Heer en Zaligmaker Jezus Ik geloof dat heeft te maken met hun wan en gehoorzaamheid. En het loon. Want ze hebben de toegang. Ja. In Johannes gaan we ook zien. Als je de geest hebt. Ja. Dan ben je behouden. En die blijft ook in. Ja. Maar daar heb je ook de tien ponden. daar heb je de tien ponden. De vijf of één. En dus je gaat rijkelijk erin. Of je gaat... Nou ja, kaal erin, om het zo te zeggen, ja. Dus ja, en dat heeft ook uh, invloed op je vastigheid. Nou, als laatste vers 18. Maar wast op in de genade en kennis van onze Heerde en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zei de heerlijkheid, bij de nu en in de dag der eeuwigheid. Amen. Dus wast op in de genade. Wast op in de genade en kennis van onze Heerde. Is dat ook bij ons niet zo? Groeien in de genade en kennis. En toch moeten we opletten. Hè? Want de genade waar Paulus en Peter zo spreekt. is anders. Dat wil zeggen, natuurlijk is het genade. Het is toch ook genade dat Adam en Eva. niet gelijk gedood werden. dat hij het bloed deed vloeien van die dieren. Dat ze, hè? Nog, Adam is nog 900 jaar geworden. Ja? En hij was een voorbeeld van hem die komen zou. Maar hij spreekt hier vast op in de genade. en kennis van onze Heer en zaligmaker. Jezus Christus. Ja, natuurlijk, wast op in de genade. Dat is wat? Het nieuwe verbond. Zachariah spreekt over de geest der genade. Ik zal uitgieten, ik zal de tekst geven, we gaan hem niet lezen, maar in Zacharia 12 vers 10. Ik zal uitgieten, de geest der genade. Wat is het nieuwe verbond? Jeremia, daar zegt hij... En in Ezekiel zegt hij toch dat hij hun de heilige geest zal geven. Dat zie je met, met Pinksteren dat dat toch gebeuren. Krijgen ze de heilige geest. Maar wanneer krijg je de heilige geest? Door de Messias te accepteren. Hè? Dat is de Messias van het volk Israël. En dan ontvangen ze de heilige geest. Dat is de geest der genade. In Hebreeën lees je ook over de geest der genade. Nou, dat hebben zij ontvangen. Maar dat is de geest van het nieuwe verbond. Alleen het verschil bij hun is, zij krijgen een bovennatuurlijke Kracht. En ik ben ervan overtuigd in het koninkrijk ten volle, in de grote dukken zie je nog dat, ja, Paulus, Peter zegt ook: er komen vechterijen krijgen bij jullie voor. En die komen in jullie hart voor. Ja, zie je? Dus ze hebben nog stel die zonnige natuur. Maar wast op in de genade, dat is het nieuwe verbond, ja. En dan zien we, ik heb even verteld, in 1 en 2 Peter, zie je 11 keer genade staan. Maar wat zeggen wij nou met Peter bijvoorbeeld, als hij spreekt over genade, dat wat voor genade is dat? Ja, vermenigvuldig. Nou, dat is het wassen. Uh, 1 Petrus, even daarheen. Uh, ja, 1 Petrus 1, vers 2. De uitverkoren naar de voorkennis van God de Vader in de heiligmaking des geestes. Dan heb je de geest, zie je dat. Tot gehoorzaamheid en bespreking des bloed van Jezus Christus, genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Inderdaad, dat is het opwassen in de genade. Ja? Die moet vermenigvuldigen, die moet groeien in de genade. En dan kijk je in vers mm, 10: Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofiteerd hebben van de genade aan u geschied. Geprofiteerde genade. Er zijn meer teksten over de genade. Gaan we nu niet doen, dat mag je zelf doen. Maar hij spreekt elf keer over genade. Maar het gaat over de geprofiteerde genade. En dan spreekt hij over het nieuwe verbond. Want dat is de geestelijke genade. En die geeft hun kracht. Boven natuurlijke kracht. Om de wegen, in de wegen des Heerden te wandelen. Zoals wij ook de geest hebben natuurlijk. Alleen bij ons is het verborgen geweest. De Heilige Geest de belofte die beloofd was voor de grondlegging der wereld. Dus het is een geprofiteerde genade. Het is niet een bedeling der genade. Kijk. Als, je dat, als het bij hun ook zo zijn, dan zou je zeggen, nou hoor, je gelooft en, en klaar. Niet, geen doop, geen doop, geen besnijdenis. Nou, wel doop, wel besnijdenis, toch? Daarom is de bedenende genade niet hetzelfde als de genade in de bedeling waar Peter over schrijft. Want je moet wel zeer zeker een aantal voorwaarden moet je voldoen. Nou... En dat moeten de besnijders, en dat moeten ze ook als ze naar de heidenen gaan. Wat moet er met de heidenen gebeuren? Wat zie je met de grote opdracht? Als deze brief, als Christus gekomen is, het koninkrijk, wat is het dan? Dat ze moeten naar de volkeren gaan, lerende wat hij hun geboden heeft, en dopende hun in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Dus de heidenen moet geloven en moet ook gedoopt worden. Dus het is niet zoals de bedenende genade de wij, want dan zou het niet hoeven. Je gelooft het en klaar. Nou. En dan zie je in vers. Uh, warst op in de kennis van onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus. Ja, waarom? Want ze moeten natuurlijk het programma begrijpen van het Nieuwe Verbond. Want waarom? Let op, hè? Je vergeet het gauw. Dit gaat over de tijd van de grote verdrukking. De Antichrist hanteert het wetprogramma principe. Als dan: de wet en de offers. En zij vallen onder het principe van de genade. Nou, de laatste tekst is Hebreeën 13, vers 9. Die wil ik nog even. Want daar spreekt de Hebreeënbrief ook over. Het oude verbond en het nieuwe verbond. Daar gaat het om. Blijf je onder de wet? Wil je onder de wet? Word je niet zalig. Want je moet onder het nieuwe verbond zijn. Want dat spreekt over het bloed. Van Christus, dit is het nieuwe testament in mijn bloed, dat is gesloten aan het kruis. Dus daarom, Jezus is al geweest, de Messias in het vlees, is 2000 jaar geleden, is hij al gekomen. Zijn leven gegeven, zijn bloed is daar gevloeid van het nieuwe verbond. En de antichrist zegt, nee, ik ben de Messias. En het gaat hier, zijn, is het bloed van dieren en bokken. En hij gaat dood en hij staat, staat op uit de dood, toch? Halverwege grote verdrukking. En hij zegt, zie je wel, ik ben God. En dat is de verleiding. Maar hij hanteert het oude volk. Nou, kijk. En dan zegt hij, als hij opgestaan is: kijk, de offers zijn in mij volbracht. Ik zie hoe zwaar het in die tijd is. Wij zien dat. Snap je dat je de engelen leert met dit allemaal, als je dit allemaal zo begrijpt? Die wisten dat allemaal nog niet. Maar Hebreeën 13, vers 9: Wordt niet opgevoed met verscheiden en vreemde leerlingen. Want het is goed dat het hart gesterkt wordt door, gena door genade, en niet door spijzen. Spijzen van het oude verbond. Door welke geen nuttigheid bekomen hebben, die daarin gewandeld hebben. Zie je wat? Hier spreekt hij over. Blijf niet in het oude verbond. Je moet onder het nieuw verbond. Want dat is wat de Antichrist doet. Dus groei naar het genadeprogramma van het nieuw verbond. En ga niet terug naar het oude verbond. Nou, dan eindigt Petrus. Hem zei de heerlijkheid: bij de nu en in de dag der de eeuwigheid. Amen. En daar wou ik ook gelijk mee besluiten. Amen. Ja. En dan de volgende keer, dat is wel mijn plan, om dan met Eoners verder te gaan. Dat is weer een heel andere brief, ja. Maar dat gaan we dan wel zien. Dus zo eindigen u met. Vader, ik wil u danken dat wij hier rondom uw woord vergaderd zitten. In deze moeilijke tijden, waar alles, allerlei zekerheden onder druk staan of alle al lang weg zijn. Overal is uh, beroering, vader, om, uh, ja, wat ook met een, een godsdienst te maken heeft. En men probeert allemaal ja, rust in te vinden en geen angst te hebben. Maar, vader, het is de dood die regeert. En we weten, wij hebben een, een levende God. En uh, dat wij ook uh, onze vastigheid in de Heer Jezus hebben. En dat onze vrede, dat wij die met U hebben, ook nooit in gevaar komt. Maar vader, dat ook ons uh, de vrede die wij van u in ons hart hebben, ook niet in uh, weg laten nemen, vader. Door, ons, uh, door alle zorgen van deze wereld uh, op ons te nemen. Maar juist de rust in u te zoeken en ons door uw woord te laten leiden. Want wij kennen het verleden, wij kennen het heden, maar wij kennen ook de toekomst. Daar hebben we vanavond weer over geleerd. Vader, en uh, dat ook voor ons mag gelden: dat wat er ook gebeurt, dat u. In ons groot gemaakt mag worden. Het zij in het leven. Het zij in de dood. Tot alle tijden. Dat alles wat wij doen. Zullen te zijn ter ere van u. En zo wil ik dat. Uh, ja willen wij dat aan u uh, zeggen. Maar wij willen u ook danken vader. Voor alle zegeningen die we hebben in de heer Jezus. En dat wij in hem zijn. En dat niets en niemand ons kan scheiden van uw liefde vader. Hier is in Christus Jezus. Bedankt voor deze genade. In de naam van onze Heer En onze heiland. Jezus Christus. Amen. Goed. Dat was het voor vanavond met twee Petrus. Dat hebben we ook weer tot een einde weten te brengen. Ik zou zeggen bedankt dat jullie er waren. Ik hoop dat jullie hebben genoden, genoten van het Woord van God. Ook al is het niet van het lichaam van Christus, maar toch zien we daar ook weer Gods handeling in de toekomst. Dus ik zou zeggen bedankt dat jullie er waren. Tot ziens, tot de volgende keer. Word gesteund in de genade en ook allemaal de groeten hier vanuit Sasena. Tot ziens.